Hey, yo kijkers, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Jordi. Hallo. En we doen Doublecraft, dus ja, let's go. En wat gaan we doen vandaag? We gaan hierin, denk ik. Ja, we gaan even kijken of we hebben het Mineshaft of wat boeiend is. Oh, ik heb nu echt zo de neiging. Leroy! Wat? Nee, ik had de neiging om jou er echt in te duwen. Ik doe dat, gaat je niet lukken. Oh, Oh. nee. Nee. Oh. Jullie gonna Ik heb take the twee reach. skeleton daar. Ja, jij doet je best maar, jongen. Oké, wel, hier is niks. We willen even kijken of we wat chests kunnen vinden en zo. Even snel en makkelijk. En anders dan moeten we maar gaan kijken wat we gaan doen. Even kijken. Oké, wel, hier gaat het naar beneden. Dat is wel pretty nice. Ja, nou veel plezier, hè? Je moest het doen, hè? Ja. Kutzooi. Jordi! Wat? Als jij me nou niet daar naartoe had gedouwd. Dikke heboe. Nou, waar staat dat skeleton? Doe gewoon dit. Jordi, dat is niet legit. Ik ga een beetje dash butcher doen hier. Jordi, ik heb goud! Kut. Die schelden. Oh, hi. Nog. Ik heb allemaal zombies hier. Allemaal zombies. Maar willen we eens even kijken of we hier iets van een treasure chest kunnen vinden of zo. Want naar dat soort dingen, dat boeit ons wel, hè? Toch, Jordi? Ja. Misschien kunnen we nog wat rail meenemen of zo, who knows. Zit hier nog wat achter? Nee, daar zit niks. Zit niks. Misschien kunnen we wel even die rail meenemen, want daar hebben we er niet zo heel veel van. En het is wel handig eigenlijk. Kijk. Jordi, je praat niet. Ronald. Ja. Oh, treasure chest. Yes, we hebben melon seeds, Jordi. Daarvoor kwamen we hier aan de ene kant ook. Want dat wou ik heel graag hebben, melon seeds. Zo. Nu kunnen we mooi alle railroad chisel oppakken. Maar goed, we hebben dus melon seeds. Dat is mooi. Dan kunnen we uiteindelijk glistering melons maken. Wow, lol. Oh, kijk, Wat? hier zit een spanner onder. Wat? Nee. Oh, jezus. Oh Oh, mijn jemig, man. Jezus. Jezus, dit zijn fucking veel zombies. Kom naar mee toe dan, kom de spawner in. Hier is Ja, ik rustig. word ook al geslagen hier. Oké, we hebben in chest nummer 1 hebben we iron en wat gunpowder en chisel. Chest nummer 2 hebben we. Wow, Unbreaking 2. Nice. Nice. Dit heb ik allemaal gevonden, Ja. hè? Ja. En dat dank ik jou heel erg voor, meneer de Jordi. Zo, Ik dan denk nou neem wel ik dat ook deze mineshaft spullen. echt gewoon goed gaat betalen. Ik wil ook nog een keer diamonds gaan vinden. We moeten eigenlijk even iets van een forward operating base neerzetten of zo. Oh lol. Wat? Ja echt hè. Auw, jij emu. Kijk, misschien kunnen we hier dan even de chest neerzetten. En dumpen we daar even een beetje de rotzooi in. Dat we een beetje kunnen gaan mijnen hier. Zo, je zal wel wat meer nodig hebben, zoals dit en zo. Kan er allemaal wel in. Oké, nou dan gaan we even verder. Ja, we Hadden we zien nou, het dus heb jij pas. nog wood eigenlijk? Ja. Mag ik wat? Nee. Jawel. Nee. Bruh. Mag jij niet? Nou, ik heb zelf nog wel sticks, hoor. Dan ga ik zelf mijnen. Zie ik nu net. Oké, Ronald, dan sla ik jou niet dood neer. Dude, niet doen. Gewoon niet doen. Don't even try it. Oké, nou, maar in ieder geval. We zijn dus hier lekker even in met het mineshaft. We hebben melon seeds, dat is heel goed. We hebben een zombie spawner, alweer. Waar is die zombie spawner Wow, eigenlijk? jezus. Wat? Waar is die? Opeens dondert de gravel naar beneden. Waar is die spawner eigenlijk?
Kun jij terug naar die spawner gaan, Jordi, eigenlijk? Of weet je niet meer waar die is? Ga jij er maar. Nee, ik weet niet waar die is. Ja, ik ook niet. Wat samen, Jordi. Wat je broer is. Jij aan gold holen. God, Steve is wat een. Nou zeg. Oké. Even wat kool hakken. Nou, we zitten weer voor onzin. Hup, hup, hup. Goed zo. Zo, ik ben ondertussen even wat gold aan het mijnen hier. Oké, want dit is interessant allemaal. Helemaal OP boeiend. Echt, ik weet niet waar ik allemaal heen loop. What the fuck? Goed, ik heb overzicht nodig. We hakken die pilaar maar eens even weg. Ik wil eigenlijk wel die mooie cobblestone van die spawner hebben voor, nou ja, wat future projects of zo. I don't know. Kunnen we voor wat random shit gaan gebruiken eventueel wel. Dat wordt dan helemaal bam en nou ja. Oh wacht, kijk eens heen. Hier is de Fort Upgrading Base. Dan moet hier ook weer eens die idiote spawner zijn. Hier, kijk eens aan. Licht in de duisternis. Oh, je kool. Waar ben jij? Waar ik ben, ik ben vlakbij jou. Moet je gewoon even lopen, moet je gewoon even zoeken. Jongen, je liep net voor mij, mij voorbij. Oké, wel, dat gefluister, daar komen we ook niet verder mee. Kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. Even snel ontdekken of hij nog, oh my god. Of hij nog wat boeiend is. Treasure chest en zo, daar zoek ik naar. Maar jezelf boeit me niet zoveel. Yes, found something. Kijk, Jordi. Wat? Ik heb een zadel, een iron horse armor en bread and coal. Heb je niet zoveel aan. We hebben gold horse armor nodig. Dat is de beste horse armor die je kunt krijgen. Dus we moeten veel gold hebben, ook voor golden apples en zo. Dat is allemaal very, very, very important. Maar wat ben jij nou aan het doen? Ik ben allemaal dingetjes aan het minen. Dat is pretty, pretty nice. Of niet, Jordi? Nee. Kijk eens aan. Oh, wat? Zou ik anders nog wat meer spinnenwebben kapot maken en zo? Spinnenwebben kapot maken, dat hebben we. Waardoor je het van die. We hebben geen spinnenwebben nodig. Maar dan heb je strings, hè? Ja, dude, dan kunnen we ook gewoon spiders doodmaken. Dat is toch veel leuker. Ik krijg een XP voor ook nog. Een string, dat is. Zo'n hoop werk allemaal. Het kost heel veel zwaarder dan alles. Moet je gewoon niet doen. Oh, mijn god, je zit hier in de muur bij mij. Zo, ik heb 30 rail, wat iron, nou ja. Ik moet nog wel meer iron hebben natuurlijk, maar okay. Even snel eens bij langs gaan hier. Wat is dit hier? Aha. Found a new section on it. Oh ja, joh. Ik was som... Aha. Zo, lekker geësreep hier zo, okay. Kijk eens aan, Jordi. Ik heb een nieuwe sectie gevonden. Compleet nieuw. Oh, daar is een creeper. Hi. Hallo. Oké, zo, die is dood. Goed, gaan we nog even langs mij en zo. La 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 la. Naar beneden. Waar is meneer de Ronald? Ik denk hier. Of niet? Nee. Je kunt mijn naam zien en dat weet ik. TP Donuts. Zo. Je weet dat je mijn naam kunt zien, Jordi. Jo. Oeh, hallo. Kijk dan. Hups. En allee. Hupsakee. Kom op, ik moet dit op. Zwem, Ronald, zwem. Wat doe jij allemaal daar, man? Wat ik allemaal doe, is ik zwem hier. Dat ben ik aan het doen. Dat kan. Oké, wel, ik heb de Dirt Chamber gevonden.
Kutzooi, zit ik in zo'n spinnenweb. Failure. Pardon? Zo. Maak maar grapje. Lava, noobles, onkel Dolan. Ja, die hebben weer allemaal onkel Dolan hier. Bloep. Nou, ik heb gold, dus fuck jou. Ja, ik heb ook gold. Ha, fuck jou. Liever niet. Nee. Oké, okay, hier heeft zitten mijnen. Er is nog iron. Holy cut. Holy guacamole. Even kijken. Okay. Hoe lang zijn wij al bezig, Jari? 10 minuten. Oh nee. Kutzooi, zit ik in de spinnenweb. Zo, zo'n zombie die slaat mij erin. Of die, ja, die slaat mij erin, ja. Mijn pickaxe is bijna kapot. Ja, mijn ook. Moet je even terug naar die chest gaan, bij ons, en daar zit wel loot in. Daar hebben we iron in zitten en zo, dat heb ik allemaal wel meegenomen, dus... Smaak je van stone. We hebben nog geen diamond gevonden, hè? Nou, zoiets. Godverdomme, een kudding hier. Op donder en zo. Die schelden. Hoezo? Nou, dat mag gewoon niet. Dat gaat tegen mijn regels in, Jordi. Nou, jouw probleem dan. Fuck the rules. Heeft Jordi zoiets van. Ben ik nog geen enkel cave spider nest tegengekomen, hè? Ook al niks. Frut! Ik zoek treasure chests. Maar kan er niet meer vinden. Zijn er überhaupt nog wel meer dan? What the fuck loop ik allemaal langs? Ik weet dat maar niet meer. Desoriënte. Ah, hier! Ik heb de chest gevonden, Jordi. TP maar naar mij. Volgens mij hebben we wel in principe waar we hiervoor zijn gekomen. Ja, zie ik. Want we willen die knol ook nog pakken, ja. Dus nou neem jij ook even wat zooi mee. Dat is goed, ik geef even één string aan jou. Oh mijn god, ja, dan moet ik eerst even de Iron Horse Armor dumpen. Zo. Oké, wel, dan gaan we naar boven toe. Zit, heb je alles? Heb je alles mee? Ja. Neem de chest ook maar mee dan. Die kan ook wel gebruiken, denk ik. Ja, die neem jij maar mooi mee, want mij. Ja. Jij hebt een chest in je inventory. Oh nee, wat? Heb jij geen chest meer dan? Heb jij geen ruimte meer? Ja, nu wel. Oh. Ja, nu wel, ja. Goed, nou moeten we de weg terugvinden. Jee! Kijk, dus hierboven. Zo. Dan tapee ik nu naar jou. Kijk, hier hebben we die spawner hier zo. Neem die chest even mee. En Jordi, kun jij eventjes de kabel, de mossy kabel weghakken? Maar mijn pickaxe is bijna kapot, dus het heeft niet echt veel zin. Ik had nog wel een betere pickaxe. Dus mijn mag gewoon wat. Mijn ook een beetje de kabel weg, want kijk, het zit ook onder de randjes, zeg maar, van de muur van de spawner. Want mossy kabel is ons erg kostbaar namelijk. En maak de spawner alsjeblieft niet kapot dit keer. Leg eraan of er een zombie aankomt. Die spawnt niet, hè? Ja, er is wel een kans dat hij nou gaat spawnen, omdat, nou ja, de torches van de grond die zijn weg, maar dat hoort niet echt veel uit te maken. Dude, die gaat staat voor zo'n kalpenstone. Ik denk, nou, mijn eens even door. Dan kunnen we die knol... Mijn pickaxe, nog één zo, volgens mij nog een paar keer hakken en dan is die kapot. Nou, oké, is prima zo. Hup, let's go. Oké dan. TP Donuts. TP Donuts. Godsamme, joh. Kijk, iron, dat hebben we heel hard nodig. We hebben ook echt niet 5 stacks thuis of zo. Nee, er 1. Nee. Eerder 1, maar. Ah, kijk. Oeh. Dat kan ook. Om, nom, 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 items. Kijk, die is iron. Ik hoor een, ja. We moeten hieruit zien te komen. Wacht, daar kunnen we er wel uit, denk ik.
Altijd. Dat kan. En we zijn 15 minuten bezig, dus we gaan denk ik de aflevering eindigen. Ja, we gaan het hier eindigen, jongens. We zien jullie in de volgende episode weer buiten. Holy shit, daar is een trash chest. Dan gaan we de volgende episode nog even kijken. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Like de video nog even en abonneer als je het nog niet hebt gedaan op Jordi's kanaal. En dat van mij. En volg ons even op Twitter, @ShadowGames23 en @DateGamingKanaal. En Jordi, wil jij nog wat zeggen? Laat. Ja, later, mensjes.